Gaan we hier verder met ook weer een nieuwe schaatser, nieuw talent, Anneliene Jersem uit Noorwegen. 16 jaar, herstel, ja, 16 jaar. En uit Asker. Koen is open met een dubbele salchow en probeert daar nog een drievoudige toeloop achteraan. Omdat er natuurlijk een drievoudige sprong in die combinatie moet zitten. En dat liep niet goed af. Ze bleef wel nadenken. Ja, want die salchow was gewoon drievoudig gepland hoor. Nou, zet hem op. Drievoudig in Rietberger. Ai, tweede val. Dubbele aksel is wel goed. Goede passenserie. Er is al die accent in de muziek benut. Dus de combinatie pirouette. Ja, een interessante nieuwe rijdster, deze Anneliene Jersem. Ze heeft trouwens ook nog een tweelingzusje, Camilla Jersem. En die schaats ook op dit niveau. Zo. Dus de Nooren zijn ook bezig met een soort van comeback. We hebben ze al lange tijd niet gezien op een EK of een WK. En dit jaar dus wel met deze Jersem. Gekozen door Janusz Komandera, dat is een Pool. Voor de choreografie tekent onder andere Kaja Hanevold, die we kennen van vroeger uit, als Noorse deelnemster. Stanik Janet, choreograaf. Oh, ja. Gewoon de goede Franse. En Salome Brunner, dat is ook niet de eerste, de beste. Nee. Ze traint in het hoogseizoen in Asker en in het laagseizoen, dus in de zomer, traint ze onder andere in Oberstdorf. Nou, een heel goed begeleidingsteam dus. En absoluut. Dat is te zien. En als we naar de resultaten kijken. 33ste in 2009 op de junioren WK. 26ste vorig jaar in Den Haag. En ze won de Crystal Skate in Brasov. Ja, en hier dus wat we zeiden. Hè, ze maakte die salchow dubbel. Dacht, ik doe dan die spot erachter. Die toeloop doe ik drievoudig. Nou, die was niet rond en daardoor kwam ze ten val. Maar goed nagedacht. Dat betekent dat je ervoor gaat. Dat je aanvalt. Blijft vechten. En nou, dat willen we graag zien, want dat is de enige kans op de ontwikkeling. Nou, gelukkig was die dubbele aksel wel goed. Maar verder is een leuke rijdster, goede kuur. Veel aandacht voor de choreografie en interpretatie. Heel anders dus dan die Isakova die we net zagen. Ja. En qua resultaten zit daar dus echt progressie in. Nou ja, misschien vandaag dat ze dan niet zo goed reed, maar er zit absoluut progressie. En zij moeten dus ook voor blijven gaan. Brasov was ze 1, Golden Spin in Zagreb 7. Een sterke seniorwedstrijd. In de Junior Grand Prix circuit 14e en 15e plaats dit seizoen. Dat is beter dan onze Nederlandse rijders. Dus in Noorwegen is wat aan het gebeuren.
En voor onze Zuiderburg, ze staat al op de baan. Die komt dadelijk na Jertsen. Ira van Nut is al het ijs aan het voelen. Nou, wat wordt het spannend. Even kijken of zij de finale zou kunnen halen. Dan moet ze 38,5 punt scoren, Annelien Jertsen. Nee, 34,66, dat valt tegen. Ja, ze heeft ook fouten gemaakt. Een downgrade gekregen, denk ik, op die triple toe loop. Ja, 2 punten aftrekken voor die 2 vallen. Ja, dan gaat het hard, hard naar beneden met de punten. Maar haar tijd komt nog wel, let maar op.